Super. Yes. Weer het gaan. Goed, Maria. Je nodig even naast elkaar, hè. Steven, wereldkampioen, neem mij eens even mee door die race. Ja, we stappen de fiets op, eigenlijk nog slechte benen van de kwalificatie van vanochtend. Met het besef dat we wel konden winnen. Maar dat we echt alles eruit moesten halen om hier echt te kunnen winnen. En het plan was iets rustiger te vertrekken dan vanochtend, omdat we toen eigenlijk te hard weggingen. En toen met het publiek erbij, we hoorden bijna geen rondetijden, we hoorden alleen het publiek. En op een gegeven moment hoorden we, ja, je ligt voor. En dan krijg je zoveel moraal en dan val je gewoon niet meer stil. En dan win je gewoon, word je gewoon wereldkampioen. Ja, dat wilde ik zo graag. Echt al zo lang, sinds ik op de tandem ben gestapt 4 jaar geleden. De finale gereden. En dat ging echt zo goed gewoon. Echt. We reden bijna dezelfde tijd als vanochtend. Terwijl je eigenlijk zit je helemaal stuk al. Terwijl je de fiets opstapt. Maar ja, zoveel moraal en ik wilde het gewoon zo graag. Steven wilde het ook. En het ging gewoon goed en we winnen. En ja, opnieuw stort ik in. En nu voel ik me eigenlijk weer een beetje goed. Vanochtend hadden we een snellere tijd. We dachten van, als we weer goed zijn, dan maken we echt een grote kans om te winnen. Want we wisten niet hoe goed die Australiërs precies waren. Of ze vanochtend nou echt alles eruit haalden. En blijkbaar konden ze niet beter en waren wij veel beter. En dan merkte je gedurende de race. En dat helpt wel om niet stil te vallen. En ik wilde het al zo graag. Ik wilde altijd al wereldkampioen worden. Ik heb gezegd van, ja, ik wil gewoon nog een keer wereldkampioen worden. Eerder kan ik niet stoppen. En ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Maar het moet gewoon een keer gebeuren. En het is vandaag gebeurd. En ik ga nog niet stoppen. Ik ga nog echt niet stoppen. Want ik wil er nog meer, hoor. En we hebben hopelijk volgend jaar dan Rio. In Londen won ik dan brons met Rinna Oost op de 1 kilometer. Ja, en nu hopelijk kan ik dit met Steven zo doortrekken. Dat we het op de achtervolging gaan doen in Rio ook. Ja.